party! Hallo worders van de Games en welkom bij een nieuwe Epic Mold. Ik ben hier vandaag met de enige echte Kevin. Yay! Ja, en hij vliegt hier achter mij en ik heb een feesthoedje op. Ja, een feest. Nee, dat is niet zo. Maar oké, hij is die coole uil. Ik ben de grote oude wijze uil. Maar weet je wat we hier altijd doen? Waar we altijd mee beginnen? Standbeelden. Hey, kijk, dat vind ik goed van jou. Ik kijk dagelijks. Oh ja, natuurlijk. Ik kom echt dagelijks op een GameStop. Ik ben een groot fan. Dat vind ik mooi. Maar ja, ik heb hier dus de eerste al. En die is voor Trileas. Of Treleas. Hey Mark, deze serie is super tof. En ik hoop dat er nog veel toffe afleveringen zullen komen. Ook zou ik heel graag een standbeeld willen van mij in Epic Mod. Mijn Minecraft naam is Trileas. Smiley. Trileas. Trileas. Dat denk ik hoor. Skulp. Hij heeft het wel verdiend. Natuurlijk. En dan natuurlijk ook nog inkleuren. Kijk. Wow, wat een coole skin. Het is super cool. Hij is een groene ninja. Ik wil ook een groene ninja zijn. Oh jee toch. Heb je dit huisje al een keer gezien? Ik heb dit huisje nog niet gezien. Ik zie daar Nyan Cat. Ja, het is op tv. Wauw, dat is cool. Dat is vet hè? Ja. Ik vind het wel jammer dat de muziek er niet bij is. Ja, nou, ik had eerst ook een radio daar staan, maar die had ik kapot geslagen. In een of andere driftbui. En ik heb hier Frederik de Kip staan, ik weet niet of je die kent. Ja. Die heeft zelfs in de Kick Survival heeft die een prijsvraag gehad. Oh ja, dat klopt. En die legt elke keer eieren. En als ik die kapot maak, dan krijgt hij een vriendje. Maar hij heeft nog nooit een vriendje gekregen. Maar dat maakt niet uit dat er zijn. Moeten deze deuren dicht, anders gaat hij lopen. Ja, anders ontsnapt hij, ja. En hebben we hier nog SpongeBob en Octo. Hallo, Octo. Want ik gebruik de John Smith Texture Pack en dan zie je dat dit Octo is. Deze heeft zo'n rare neus. Mm-hmm. En die andere is normaal. Waar is die nou? Die is hier. Maar die heeft ook een rare neus bij mij. Oh, bij mij normaal. Oh. Dat is En we hebben een coole computer en zo allemaal. Hier neem je alles op. Kan je op eBay. Ja. Maar ik wil nog één ding eens laten zien hier voordat wij gaan beginnen waar ik mee wil beginnen. Ja, je bent naar boven? Ja. Ik zie dat nooit, joh, die vleermuizen. Ja, die vleermuis is heel klein. Hey, wacht, ik word wel iets anders. Wordt ook een L, of heb je geen L? Die heb ik volgens mij niet. Jij hebt die van die witchery potion dingen volgens mij. Ja, maar klopt. Misschien heb ik die nog wel, die potion. Oh nee. Ik kan wel een... Ja, ik word wel een vogel. Oh, dit is cool, ja. Ja, er zijn wel twee helden, hoor. De L en de vogel op rij. Maar hier waren wij de vorige keer mee bezig. Dit is echt super vet. Dit is een vliegend schip. Oh, kan die ook echt weg? Ja, ga je gang. Ik geloof het niet. Dus achter het stuur zitten hier. Moet je rechtermuisknop op het stuur doen, klikken, de helm. En dan kan je vliegen. Oh. Maar je ziet niks, want je bent wel, moet je jezelf worden, dan zie je iets. Oké, ik word mezelf. Ik word wel de witch hunter. Aight. Daar gaat hij. Dit is zo vet. Ja, hè? Aight. Ik wil er ook in maken, ooit. Het gaat niet heel snel, maar je gaat vooruit. Oh, ik moet hem ook weer parkeren, zo zeker. Ja, nee, mij lukte dat niet hoor. Ik liet dat ziek allemaal doen, maar... Dit is niet mijn sterkste kant, parkeren. Maar ik weet dat... Dit gaat me lukken. Dit gaat me lukken. Je moet niet op shift drukken. Je kan op spatie omhoog en op control omlaag. Ik ga omhoog, hè? Ja, je gaat omhoog. Oh god. Ga omlaag. Ik wil parkeren. Ik kan dit. Oh, je doet het nog best goed. Ik had gewoon 3 keer gefaald voordat ik het kon. Ga omhoog. Nee, ga omlaag. Omhoog. Ja, kijk, je bent dichtbij. Omlaag. Omlaag. Oh, je bent zo dichtbij. Huh? Zit ik er nog niet aan? Oh. Nee. Huh? Nee. Oh, je hebt hem geparkeerd. Het is je gelukt. I'm in love with the coco. Holy shit. Hij staat vast. Ik ben hier heel goed in. Oh nice. Het poortje zit wel. Ja, dat maakt niet uit. Maar het is je tenminste gelukt. Ik ben heel blij. Je weet dat er iets met je huisje is gebeurd, of niet? Ik heb iets van meegekregen, ja. Ja, helaas is je huisje geëxplodeerd in de DDG-aflevering. Daarom wil ik eigenlijk een beetje gaan verhuizen. En dat is een supercoole plek. Jammer dat het nu donker wordt. Shit. Het is een beetje gevaarlijk. Ik druk op de map. Ja. En dan ga ik naar boven. Helemaal naar boven. Oh jee. En dan druk ik hier op T. Ik ben in de mooiste biome die er is. En daar wil ik jou ook heen toveren. Simsalabim! Hey, wow! Je bent er in één keer! Wow, what it's magic! Is deze magic? Map. Ja, kijk. Maar dit ziet er toch mooi uit, hè? Hier zie je een waterval en zo. Het is echt super mooi. Dit is heel mooi. En hier gaat iemand bouwen. Wie is dat? Zie ik? Sieg, volgens mij. Oh, Sieg. Sieg. Je verpest heel de waterval. Wie kent hem niet? En ja, ik wil hier dus een arena maken waar we gaan battelen met al die witchery potions die jij wel kent. Ja, die ken ik. En dat doen we hier op de grond. Want ik heb een aantal spulletjes meegenomen. Ik heb hier deadwood. En ik heb jou ook al wat deadwood gegeven. Yes. En daar wil ik eigenlijk het meeste uit maken van de arena. Dat ziet er wel vet uit. Maar het wordt wel super groot. Dus ik denk dat het slim is om een paar palen neer te zetten eerst. Ik vind het helemaal mooi. Dus ik zet hier de eerste paal neer. En zo groot zal hij ook echt zijn. Dus dit zijn gewoon hoeken dan. Die 4 palen die we neergezet zijn ongeveer hoeken. Okay. De eerste paal is gezet. En dan komt die tweede dus hier ergens. Hier bij de rots? Ja, dat is cool. Hey, maar als die arena af is, dan wordt dat wel echt super vet. Dan kun je met een groepje hier zo gaan battelen. Ik daag mijn de mensen die mijn huis gemold hebben. Ja, eigenlijk moet jij die dan... Ik heb geen fakkel.
Oh, wauw. Ja, je hebt precies eentje langs gezet. Oh, wauw. En de volgende komt hier. Kom eraan hoor. Ik hak heel even de ding weg. Wauw, ik heb echt de slechtste ex ooit. Ja, ik heb ook wel een slechte ex, maar die heeft iedereen wel. Ik bedoel de ax. De... Oh, nee, oké. Okay. Dan hebben we de hoeken gezet. Stomme zombie. Wat een stomme zombie. Ja, ken je dat? Die zombies die echt stom zijn. Dat komt heel bekend voor. Ik word als L echt geoond hier. Oh man, maar dit is echt moeilijk om dit een beetje mooi en... Hoe noem je dat? Egocentrisch. Ja, hoe krijg je dingen egocentrisch, hè? Symmetrisch. Nee, symmetrisch, dat bedoel ik. Deze man heeft een hotdoghoed. Die heb ik ook. Au, au. Wow, echt. Iedereen wil deze L dood hebben. Dat is niet leuk, hoor. Iedereen wil een L worden, dat snap ik. Ja, uilen zijn hip. Die dingen zijn gezet. Er moet alleen een soort van muur omheen. En de rest gaan we nog een paar van die obstakels bouwen. Maar dat doen we helemaal niet deze aflevering natuurlijk. Ja, hoe kunnen we dit een mooi vormpje geven eigenlijk? Weet je, heb jij idee of zo? Misschien dat we om de 10 dingen een paal kunnen neerzetten. En dan krijg je al een beetje een vorm. Dat is een heel goed idee. Dat vind ik echt briljant. Briljant. Waar ben je nou? Oh, daar. Okay. Om de 10 of niet? Ja, dit wordt al heel veel tellen trouwens. Hè? Ja, dat is wel zo. Maar dat is wel een goed idee. Dan ga ik nu tellen. 1, 2... 3, 4. Doen we de 10 tussen of moet hij op de 10e? Nu raak ik in de war. Op de 10e doen we. Oké. 1, 2. Heb je het weer fout gedaan? Ja, nou kijk. Ik heb het fout gedaan. Ja, want deze kant is iets langer dan... die kant. Dus deze moet anders gemaakt worden dan jouw kant. Maar ja, dit is dus het idee. Het staan allemaal coole palen en zo. Ga ik dit nog allemaal verder maken. En dan ga ik de volgende aflevering hiermee verder. Want dit is echt super veel werk, die arena. Maar uiteindelijk gaat het super vet worden. Wow, je viel echt van hoog naar beneden. Ik was in één keer een koe. Maar ik wilde hem alleen hebben voor zijn Pokémon pet. Kijk die spin hier. Hij kijkt echt zo naar je van, yo. Wat doe je? Waar ben je? Oh hier. Maar die spin is zelfs bang voor mij. Wow, wat is dit? Ja, dit is een ei. Een creeper ei of zoiets. Oh, kijk, wat is het? Een spider ei. Wow. Wow, hier werkt het verjaardagshoedje wel. Ja, ik wil ook iets cools worden. Wat heb ik allemaal? Ik heb echt standaard dingen volgens mij. Ik heb wel de engste mob ooit. En dat is... Dus David. Ja, natuurlijk. Daar zou ik echt bang van worden. Deze is het leukste. Evil teddy bear. Hug me. Ik vind deze nog steeds wel heel vet hoor. Ja, die is ook heel vet, maar die heb ik volgens mij. Oh, die heb ik ook, ja. Deze kan wel een hoed op, toch? Nee, ook niet. Nee, ook niet. Ja, deze wel. Oh, nee, shit. Ik kan zelf een hoed op. Dat wel. Dus dat. Een bloem. De hel. Je hebt hier zulke rare dingen. Nou, dan maar een Enderman. Kan ook niet zeker. Oh, deze hoed is wel heel raar. Kijk die Enderman nou. Party! Dit is echt een wereld waar jij in zou kunnen leven natuurlijk. Ja, toch. Meneer. Wat moet het hier allemaal? Wat is probeer maar te raken, dat lukt je toch niet. Ik kan jou sowieso raken, ik weet het zeker. Echt niet! Kijk, je mist nu... Ik ben ook super klein. Au! Oh, Jezus! Wil je mij volgen? Ik volg jou. Oké. Want ik heb de perfecte wereld voor jou. Oh. Of de perfecte biome. Ik kan het woord nooit uitspreken. Biome. Bam. Oh, die ezel. Wat heeft die voor een hoed op? Die heeft op zijn kont staan, ja. De hel? Dat is super raar met paarden en ezels. Die hebben het op een... komt staan. Kijk hier, hier komt het al. Oh, helemaal mooi roze. Ja, speciaal voor jou. Oh, dat is wel heel mooi. Ik dacht van, ja, hier kan jij wel wonen. Mag ik hier een huis bouwen? Je mag... natuurlijk mag je hier een huis bouwen. Ik vind wel dat je dan op de visite moet komen, maar ja. Nou, natuurlijk. In mijn mooie roze huis. Dit is de Barbie-wereld. Maar... Let's go home. Because I wanna put another stand build. Ik zie hier één hoed. Ik wil weten wat het is. Oh, echt waar? Wat is dat? Wat is dat dan? De mooiste hoed ooit. Ik zie je thuis. Zo, daar ben ik. Zo, daar is hij. Oké, ik laat je mijn hoed zien. Hij is zo cute. Oh mijn god. Wat een cutie. Een walrus. Dat is een baby walrus. Ja, die is zo lief. Dus zo'n lieve hoed. Ik ga even kijken wat voor hoedjes ik heb nu, want ik heb er best veel verzameld ondertussen. De Lego hoed. Die is heel lelijk, hè? Die is echt heel lelijk. Ik heb, wat is dit dan? Hé, je bent mij. Ik ben jou. Deze is ook wel leuk. Die heb ik ook volgens mij. Een bloemetje. Oh. Wat is dat dan? Dus, Mr. Grumpy. Oh ja, die is ook leuk. Brrr. Ik heb mijn kikkerenhoedje op. Kermit, ja. Of deze. Broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Ik vind het een konijnenhoed, maar goed. Nou, laten we even het laatste stammen neerzetten en dat doen we in de grot, jongens, denk ik. Jongens. Wat? Jongens. Marnik took an arrow to the knee. Oké, dat was het. Genoeg gespeeld. Oké, nou, dan gaan we even naar mijn grotje. Jij weet al waar het is, denk ik. Ja, iets met een glijbaan, toch?
Ja, dat weet jij. Dat heb ik al een keer aan jou laten zien. Nee, ik kijk gewoon iedere dag. Ja. Kevin kijkt iedere dag. Ja. Omdat ik iedere dag Epic Mod upload. Ja, wow, wat is dit voor goed? Oh, die heb ik ook. Wat is dat? Het is een... Minecart, of zo. Nee, het is dit. Oh. Nee, ik zeg niet. Wat is dat? Australian Minecart. Zie je wel. Oké, okay, nou, let's jump into the water. Bam. Met een boot, toch? Ja, als jij dat wil. Ik kom eraan met een boot. Kijk, ik heb niet zoveel plek meer hier. Het staat bijna vol. Maar sommige mensen hebben hun Minecraft naam veranderd, dus hun skin is veranderd. Oh, hallo, zombie. Ga weg. Naar Steve. Ik kom eraan. Oh, yeah. Oh, ja, oh, ja. Oh, wil je aan de kant beuken? Nice. Oké, dan ga ik vast het verhaaltje voorlezen. Want het is van Domes. Nee, Dome Games. Oh. Ik dacht heel even... Ik dacht heel even dat iemand mij ook aardig vond. Hoe jij in de camera... Oké. Doom Games. Hoi man, ik mag een standbeeld zonder reden. Minecraft naam King of Doom. PS, rest in pepperoni Lucifer. Ja, mijn draakje Lucifer is vermoord. En wij zijn allemaal heel Ik zal hem breken. Ja, maar deze zombie heeft het gedaan. Skulp. Oh nee, shit. Ik heb dit nog nooit fout gedaan. Wat? Ja, hij staat de verkeerde kant op. Laat hem maar die kant op kijken. Ja, dat is wel leuk. Oké, laten we gewoon staan. Dat is uniek. Ja. Domes Games, je bent heel uniek. King of Domes, ik geef je een kleur. En ja, kijk. Hij staat heel uniek, wow, heel we speciaal. We hebben een witte en een groene ninja vandaag. Hey, ja. Het is wel een ninja dag. Oh. En kijk wat ze hier ook hebben gedaan. Ze hebben helemaal kapot gebakt. Dit niet. Dit niet, nee, dit hebben ze met rust gelaten. Ah, dat heb je natuurlijk gezien in de video, hè, dat ik dat heb laten zien. Ja. Ja, vast. Want ik heb het echt gezien. Hoe kon ik anders weten dat dit ongerept was? Kokje? Maar ik geloof niet dat ik zijn video's kijk, mensen. Maar ik kijk ze echt. Vind je het niet zonde trouwens dat jouw huisje kapot is gemaakt? Ja, maar ik heb net een hele mooie plek gezien. Een roze plek. En dan ga ik een nieuw huis bouwen. Oh ja, vast. Maar, ja, als ik het doe, deze... hè, als ik het doe, dan vind ik wel dat ik ook een standbeeld... Oh nee, ik heb al een standbeeld. De plek je kan waar ik jou gerekt maken. Heb. Je kan gewoon een hele kring vol met standbeelden maken om mijn huis heen of zo. Oh. Ooh, challenge accepted. Doe maar niet. Hey, maar dit was deze aflevering. De volgende keer ga ik verder met de arena of ga ik een nieuwe mod met zich behandelen. Bedankt Kevin voor het meedoen. Ja. En vergeet vooral niet zijn kanaal uit te checken. Ja. En laat weten of je vaker Kevin wilt zien. Ja. Een epic mod. En laat ook weten wie jij de volgende keer wilt zien. En laat een like achter als jij het leuk vond. En dan hoop ik jullie en Kevin misschien ook weer de volgende keer te zien. Doei!